Ja, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een donderdag en Willy komt straks, maar ik ga toch de deur uit om de meisjes even uit te laten. Ze kan er toch in komen, ja toch? Maar in ieder geval, dit is mijn nieuwe topje, wat ik bij die blauw-witte broek aan heb. Ja, helemaal leuk, helemaal geweldig. God, is dat nou weer een haar. Glinsteren, een haarglinster. Oké, ja, dat kan allemaal. Even een kaartje. Oh, gaat al weg. Maar in ieder geval, ja, het is weer prachtig mooi weer. Ik snap er even de balen niet van. De computer die geeft 23 graden aan. Google Hub geeft ook 23 graden aan. Maar ik heb het net gevraagd, is het 22 graden? Boven vroeg ik het ook al, was het 24 graden? Mijn telefoon zegt ook 23 graden. En het voelt als 23 graden. Dus ja, wat die Google Hub weet ik niet. Misschien is het er de waar. Kan allemaal. Ja, het is zij die mij antwoord geeft. Dus ja, daarom zij. Ja. En ik had het wel leuk gevonden als je ze zelf ook een naam mocht geven. Maar dat is er niet bij. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ja, Willy die komt dus, ja, dus er moet weer gewerkt worden. Ja, simpel, en ik moet de keuken in, want het is daar ook een dikke puin op. Nou ja, en het is niet eens de vaat was er vol, maar het zijn die glazen. En glazen kan je niet in elkaar zetten. Dus dat zit allemaal uit elkaar. De rest zat wel in elkaar, maar die glazen. En ja, ik vind het zo eeuwig zonde om dan mijn vaat was eraan te doen, als het te weinig is, weet je. Dus ja, ik denk dan ook aan een kant, laat lekker staan, totdat je wel meer hebt, weet je. Ik heb schoteltjes wel een hoop, maar ja, het is een zonde. Ik vind het een zonde. Maar ja, we zien het wel, we zullen het wel beleven, lieve vrienden. En ja, als Willy weg is, ga ik ook weer eventjes weg, want ik moet sowieso ook nog weer medicijn halen. Want dat was ik vergeten van de week. Ik denk dat ik al een dag leien gisteren. Gisteren zou ik er ook naartoe gaan, maar ik had helemaal geen zin. En ik denk, moet je jij geweer manoeuvreren tussen die lui, die werklui die daar bezig zijn. Net zoals met de Juttersmarkt was dat gedeelte open. En nou was het weer dicht. Kon je er weer niet door. Dan moet je helemaal weer omrijden. Nou, lekker dan. Maar oké. Okay. Lieve vrienden, ik zou zeggen, ga gewoon genieten van alles wat jullie meemaken. Of wat jullie moeten doen of willen doen. Geniet gewoon van alles, want het zonnetje schijnt en daar moet je blij mee zijn. En wees lief voor elkaar. Niet alleen voor bekenden, maar ook voor vreemden. Gewoon lief zijn. Krijg je een grote bek, ja, dan trekken ze bij mij ook aan de verkeerde end en dan krijgen ze er eentje terug. Zo simpel. En ja... Voor de rest komt altijd alles wel weer goed. Ja, want wij geven liefde. En we krijgen liefde van elkaar. En we doen het met elkaar. Gewoon liefde verspreiden. Dat kennen ze daar al in Den Haag en in Amerika. Al die staatshoofden, laat ik het zo maar even benoemen, kennen daar niet tegen. Nee, ze willen angst rondzaaien. Ze willen hebben dat je bang bent. Waarvan moet ik bang wezen? Van de vogelgriep die ze weer gemaakt hebben. De vogelgriep, nou, halleluja. En dan weer vaccinaties. Nou, die steken ze ook maar hun eigen, hè? Je weet wel. Ja. Huppata. Die haal ik niet op en dat moeten jullie ook gewoon niet doen. Nee. Want ze willen ons gewoon kapot maken. Want vroeger, als ze een nieuwe vaccinatie maakten, duurde het 5 tot 10 jaar totdat het mocht gebruikt worden. Want je gaat het niet op mensen uitoefenen, zodat wij dood neervallen. Er is hier ook in Den Helder is dat regelmatig gebeurd op die priklocaties. Dat je moet 1 kwartier tot 20 minuten blijven zitten. Prima, dan wordt dat gedaan. Ze staan op om naar een auto, fiets of weet ik veel wat toe te gaan. En ze vallen dood neer. Vind je dat normaal? Nou, ik niet hoor. Nee, ik vind dat niet normaal. Maar wie ben ik, hè? Ja.
Maar oké, lieve vrienden, luister naar je hart. En word wakker en geniet van het leven. Ja, want dat duurt maar even. Nou, lieve vrienden, kus en tot later. Doei doei. Was dat lekker, Elwing? Elwing, was dat lekker, dat koekje? Ja, hè? Rijka, was het lekker? Ja, hè? Ik kan ook via het snoepies. En Willy heeft een gebakje. Ook lekker. Ook lekker. En die van mij die staat er ook nog. En we hebben een bakje koffie, uiteraard. Ja, ja, heerlijk. Ik ga er ook van genieten. En ja, ik weet nog niet of Karin weer een vlog van mij heeft. Dan moet ik eens weer kijken in mijn Gmail. Dus dat komt allemaal goed. Ik zeg, lieve vrienden, geniet van dit prachtige mooie weer. En tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is net de deur weer uit. En wij gaan ook de deur weer uit. Ja. Wat ik nog ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik neem jullie wel mee. En of ik filmen ga, dat weet ik ook nog niet. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee. Ik weet niet wat ik ga doen. Mijn neus achterna. Dat gaan we wel doen. Mijn neus. En dan de neus van de scootmobiel, waar die naartoe gaat. Ik weet het echt niet. Ik heb wel geld mee, maar ik wil gewoon lekker eruit. Het is mooi weer. Dus we gaan genieten. Karen die had me nog niks toegestuurd. En mijn vlog, dat heb ik zomaar voor elkaar. Dus dat kan ik in een uurtje fixen en dan is het klaar. Ja. Dus we gaan gewoon lekker genieten, lieve vrienden. En ik ga een andere tas pakken. Ja, die oh, motor. Wat hoor ik nou? Is de motor. Terwijl ik de deur dicht heb. Die servetjes blijven erin te hebben. Scherming van jullie. Ik heb die nieuwe haak eraan. Maar ik wil andere dingen eruit hebben. Want de portemonnee van mijn mannetje zit er ook in. Er zit wel geen geld in. Maar wel andere dingen. Nou ja, ik kan er wel in blijven. Gestolen wordt het toch niet. Het zit toch tussen mijn benen in. Dus dat laat ik gewoon lekker erin. Dat is een herinnering, mijn dierbare herinnering. Ja. Ja, dat had hij bij hem, hè. Toen dat hij kwam te overlijden, had hij dat in zijn buze, in broekbuze. En ja, hoe heet het? Dat kreeg ik dus allemaal mee, wat hij is, zijn eigendommen. Ja, dat was toen voor mij natuurlijk logischerwijs. Daar zit ook niks in. Ik ben even die tas aan het navoelen. Hier is nog een zak, een schrijfvakkie. Wat is dit allemaal? Ook allemaal. Oh ja, mijn polsbandje nog, dat ik ook in het ziekenhuis lag voor een middag. Even een middag in het ziekenhuis leggen. Dat is al jaren, jaren, jaren geleden. Ja, toen leefde mijn mannetje nog. Maar die wist van niets, want die lag te slapen. Ja. En oude pasfoto's, jongens, nog een toe. Kom nou, ga nou open. En dit is mijn mannetje hier. Dus ja, dat kan er wel eruit blijven. Moet het hier ook nodig opruimen. Maar dat komt ook wel. Ja. Nou ja, dat dus. Komt allemaal wel goed. Ja, een zakdoekje in een zakkie. Hij moet wel een beetje gevuld zijn eigenlijk. En dan hang ik hem daar aan op, tussen mijn benen. Ja, ja. Enkel die handvaten, ja. Jij hebt toch straks ook zo vast even naar de schuur toe. Dus ja, komt helemaal goed. Sleutels moet ik hebben. Dat moet ik hebben, die gaat om mijn pols heen. Dat zijn mijn sleutels, boostersleutels. Dus ja. Nou, lieve vrienden, ik ga jullie in mijn tas doen. Want ik neem jullie wel mee, zoals ik al zei. En we gaan genieten. Ja, of ik film weet ik niet hoor, maar dat zien we wel. Ja, ik weet niet of er wat leuks te zien is. Overigens, nee, ik weet het echt niet. Maar het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie eigen dingen. En mocht er wat leuk zijn, ja, geniet dan een beetje mee. Tot later. Doei!
Hey schat. Ja, hetzelfde recept. Hetzelfde recept. Ja, tada. Ja, jullie zien het alweer. Ja, jullie zien het weer. We zijn er weer. Ja. Het is al geen dinsdag, maar vrijdag. Eventjes het weekend inluiden. Moet ook allemaal kunnen. En gewoon bij de eetsalon, de snackcounter. Ja, ja. Gewoon heerlijk. Eventjes genieten. Want kijk, de lucht die wordt alweer dichtgetrokken, lieve vrienden. Ja. De strepentrekkers zijn weer geweest. En die hebben de lucht weer lekker dichtgetrokken. We hebben weer meer dan genoeg zon gehad. Dus ja, ik weet het niet. We mogen gewoon geen zon hebben. Heel bizar. Maar in ieder geval, ja, morgen is het ook weer minder weer. Wat voor weer, weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer. Af en toe komt het zonnetje nu nog tevoorschijn. Dus we wachten het gewoon allemaal lekker af. Ja. En ja, je zal niet Corine heten, hè, om nog weer wel een stukje kleding te kopen bij deze broek. Ja. Maar dan blauw met bling bling. En dezelfde kleur blauw dan mijn broek. Ze had nog een lichtere. Maar die vond ik, dat lichtere blauw vond ik niet er mooi bij staan. Terwijl mijn vest er toch wel, dacht ik, erbij stond. Ja, maar wie ben ik? Ja. Maar dat komt allemaal goed, ik zou zeggen. Hou gewoon vol goede moed. Of niet dan? Goede moed houden, hè? Ja. Ja, dacht ik. Dankjewel, schat. Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. En ik zou zeggen, neem ook gewoon een wijntje. Ja, geniet van het leven. Want het duurt maar even. Proost. Ja, dat dus. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb zelfs de meisjes alweer uitgelaten. En jullie horen wat frommelen. Jullie weten wat voor broek ik aan heb. Dat is dat blauw met wit. En gisteren dat shirtje erbij gekocht. Maar kwam dus niet later wat ik al bij dat zak zei. Om nog een andere erbij te kopen. Ja, nee, toch twee soorten. Want een broek is niet zo snel vies als je bovenkant. Dus ja, heb ik weer wat gekocht. Bij mijn vriendin, Tiki. Hoppata, en dat is deze geworden. Ja. Helemaal leuk. Dezelfde kleur blauw. Ik doe hem nog zo voor. Zo. Nou, staat toch ook netjes, ja. Ze had nog wel twee mooie, maar die waren een andere kleur blauw. En die kleur blauw vond ik hier niet bij passen. Nee. Was een beetje dof ook. Vond niet echt mooi. Dus ja, dan deze maar. Nou, ik vind hem leuk. Ja, Camel. Of zoiets. Weet ik veel. Ik ken geen Engels. Dus het zal me een worst wezen. Ach, dat moet je niet op z'n kop lezen. Nee, dat is het ook op mijn kop. Nou, zo kan ik het ook niet lezen. En dat zal me een worst zijn. Nou, die ga ik dus boven passen. Het is me nou te heet. Om dat nu te doen. Want ik had de deur open. Maar omdat ik even ga vloggen met jullie samen ga kletsen. Dan doe ik de deur even dicht. Maar zometeen gaat hij wel weer open. Ja, dat ik ga een hapje eten en een bakje koffie doen en televisie kijken en een vlog in elkaar zien te zetten. Ja, want dat moet ook weer gebeuren. En het was best wel even gezellig bij de patatzaak. Ik heb met iemand zitten te kletsen, ook altijd leuk. En ik ken nog lang, want het kwam er zo mooi uit. Het was een buitenlander van die kapsalon die ernaast zit. Die moest niezen, maar het kwam er zo grappig eruit. Dat schoot allemaal in de lach. En ja, dat... jammer dat er net weer niet erop staat. Maar ja, dat heb je nou eenmaal. Je blijft niet filmen terwijl je met vreemde mensen daar zit. Nee, dat kan je niet maken.
Nee, vind ik niet, want ze willen er meestal niet op. Oké, je bent buiten, maar toch, het is maar Den Helder, een klein stadje, iedereen kent iedereen en ze willen er niet op, tenminste iedereen kent iedereen. Daar wil ik nou vanaf wijken, want er zijn te veel buitenlanders naar binnen gehaald. Ja, te, met hoofdletters TE, te. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ze zeggen, ja, jullie zien ook de slingers nog hangen, hè? Ja, ik weet het. Maar waarom hangen die nog? Nou, aanstaande zondag, dan is eigenlijk mijn oudste dochter Annie jarig. Ja, die is een week na mijn jarig. En ik laat de slingers altijd hangen, gewoon voor mezelf. Dat, ja, gewoon, dat zit erin, maar daarna gaan ze pas weg. Dus het zit gewoon in mij. Ik kan daar ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, dat komt later wel. Dat komt zondag. En dan komen jullie ook wel te weten hoe jong of oud zij is geworden. Ze wil niks meer van me weten. Maar dat is haar probleem, niet dat van mij. Het doet me, ja, tuurlijk doet het moeder pijn als hun kinderen niks meer van hun ouders willen weten. Doet de ouders pijn. Maar ze moeten ook eens een keer in de spiegel kijken en kijken wat ze zelf allemaal veroorzaakt heeft en dat is niet netjes, nee. Ten eerste leugens, de ene leugen naar de andere leugen, nou, al is een leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt dan wel, ja. En wie weet komt ze er ooit achter, laat het hopen, maar ik ben bang voor niet, nee. Maar in ieder geval, dan moet er ook maar één de boeman wezen of de Zwarte Piet wezen of wat dan ook. Dus laat ik er dan maar zijn voor deze keer. Ja toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal, als jullie ook nog eten moeten, smakelijk eten, bon appétit. En geniet van jullie avond. Het is, ander weer aan het worden, helaas, pindakaas. Maar zolang het nog niet koud is, doe lekker de deur even open. Ja. Ik zou zeggen, geniet ze. Tot later. Doei. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn alweer uit geweest met de meisjes. En het scheelde een jas met een geest. Ja. Ik had gisteren wel een vest aan met mijn mouwen omhoog. Maar dat ging meer om mijn rug. Dat je daar geen kou op ging krijgen. Maar ik moest nou een jas erbij aan. Ja, mijn vest en een jas. Mijn dunne jas wel te vertaan, maar toch. Niet fijn. 17 graden maar. Ja. En dat na afgelopen nacht, toen het 22 graden nog was, hè? Kun je nagaan. Ja, maakt niet uit, wij gaan een beetje toe. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten en een slaap lekker. Met mooie dromen uiteraard. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen, want dat moet je wel doen, want anders kom je er ook niet, hè? En jullie weten het, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik, lieve vrienden, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!